3, de versen 24 tot 28. Dus Marcus 3, de versen 24 tot 28. En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan. En indien de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet bestaan, doch is hij aan zijn einde. Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huis gaat en zijn huisraad roven, als gij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen. Voorwaar, ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben. Zo. Dank u. We kunnen u luisteren naar van Sant Jan zal voorgaan in Gods woord. Zo, goedemorgen iedereen, gezien de Sabbat. We hebben zo net die tekstlezing gehoord. En ik denk dat als ik de titel geef van de prediking, namelijk de eerste zendingsreis, dat velen wellicht zijn een beetje de vraag gaan stellen van wat heeft die tekst te maken met de titel. Namelijk de eerste zendingsreis. De bedoeling van de prediking vandaag is toch even eigenlijk stil te staan bij wat het ultieme doel zou moeten zijn telkens dat wij samenkomen. Eigenlijk elke bijbelstudie, elke presentatie of elke samenkomst heeft eigenlijk als ultieme diepe doel eigenlijk Jezus te ontmoeten. En dat is dan ook eigenlijk de bedoeling van deze prediking. Al neem ik misschien een tekst die op het eerste zicht daar niet toe leidt, toch is dat eigenlijk het doel. En als we even terugdenken aan de Emmausgangers, gaat Christus daar eigenlijk iets heel bijzonders zeggen. Dus als we Lucas nemen, Lucas hoofdstuk 24, je hoeft het niet te nemen, ik zal maar één vers uit aanhalen. Bij de Emmausgangers gaat Christus eigenlijk zeggen van kijk, hij begon bij Mozes en hij gaat over alle profeten heen en hij legde uit alles wat in de schriften op hem betrekking hadden. Dus dat wil zeggen dat alles van het Oude Testament, waar eigenlijk de naam Jezus Christus nooit in voorkomt, dat toch alles op hem betrekking had. En eigenlijk denk ik dat we dat kunnen doortrekken naar eender welk stuk in de Bijbel, ook in het Nieuwe Testament. Alles heeft eigenlijk echt wel betrekking op Jezus. En misschien vooraleer toch van start te gaan, denk ik dat het ook wel belangrijk is om toch nog even stil te staan bij. Eigenlijk is er maar één enkele vereiste om de Bijbel goed te begrijpen. En ik wil dat toch even onderlijnen, omdat de laatste weken is mij dat toch opgevallen dat heel vaak die vraag naar voren komt, of dat mensen daar toch ergens moeite mee hebben. Eigenlijk als we de Bijbel nemen, mee bepaald in 1 Korinthe hoofdstuk 2, dan stellen we vast dat er dus, wat ik zei, eigenlijk maar één enkele vereiste is om de Bijbel goed te begrijpen. En dus men hoeft eigenlijk niet slim te zijn, men hoeft eigenlijk geen jarenlange ervaring te hebben in bijbelstudie, men hoeft op zich ook niet echt een talenkennis te hebben, alhoewel dat misschien het Grieks of het Hebreeuws kan helpen, maar een hulp is zeker geen vereiste. Wat wel een vereiste is, is dat wij de Heilige Geest hebben. Enkel met de Heilige Geest kunnen wij werkelijk gaan begrijpen wat dat de Bijbel ons wil uitleggen. Ja. Zodanig dat als wij een woord lezen en dat we dat woord gaan opzoeken in andere versen, dat de Heilige Geest ons leidt in deze zoektocht, zodanig dat wij op een correcte manier zouden kunnen begrijpen waarover dat uiteindelijk gaat. Nu,
De titel van de overdenking van deze morgen is De Eerste Zendingsreis. En ik kan me best inbeelden op het moment dat ik spreek over de eerste zendingsreis, dat zowat iedereen waarschijnlijk gaat denken aan Paulus. Maar hoezeer dat Paulus heel veel reizen gedaan heeft, Paulus is niet de eerste die een zendingsreis heeft ondernomen. De eerste zendingsreis is eigenlijk Christus. En nu zou ik jullie wel misschien willen uitnodigen om jullie Bijbel te nemen bij Marcus hoofdstuk 5. Want daar hebben we eigenlijk het verhaal van de eerste zendingsreis die dus door Christus ondernomen werd. Maar we beginnen, om het verhaal goed te kaderen, beginnen we eigenlijk bij het einde van hoofdstuk 4, meer bepaald in het vers 35. Hè. Omdat er daar zich iets voordoet dat toch wel heel merkwaardig is en die ons toch een beetje doet begrijpen dat die zendingsreis niet zomaar een reis is. Hè. Het is vakantie, veel mensen gaan op reis. Maar deze reis, waar we het straks al over hebben, is toch wel van een heel andere orde. Als we lezen in het vers 35 van Marcus 4, dan lezen wij: en hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was, laten wij oversteken naar de overkant. Nu, wat was er gebeurd? Doorheen de hele dag had Christus eigenlijk al onderwezen. En de tekst zegt ook dat Christus eigenlijk al redelijk vermoeid was. Hè? Wat ook wel normaal is, als je de hele dag onderwijst, de hele dag ook vragen krijgt. Zeker ook rekening houdende, zoals Christus zegt, dat hij geen hoofdkussen heeft hier om zijn hoofd op neer te leggen. Dus met andere woorden, dat er ook vragen soms gesteld worden om hem eigenlijk in een moeilijk parket te stellen. Christus was dus eigenlijk vrij vermoeid. En op dat moment vraagt hij, dus nadat de avond toch bijna gevallen was, vraagt hij om in een boot te gaan en vraagt hij aan zijn discipelen om het naar de andere kant van het meer van Galilea te gaan. Nu, dat meer van Galilea, dat kennen we ook wel. Hè? Dus je hebt de Jordaan. En in het zuiden heb je de Dode Zee. In het noorden heb je het meer van Galilea. Nu, wat misschien niet iedereen weet, is dat dat meer van Galilea toch wel eigenlijk op een heel speciale plaats gelegen is. In die zin, in het noorden van dat meer heb je eigenlijk een bergketen, hè, de Golanhoogvlakte. Maar het is niet enkel een hoogvlakte, daar zijn ook bergen. De hoogste berg daar is 2814 meter, blijkbaar. En is eigenlijk bedekt met wat men noemt de eeuwige sneeuw. Dus het kan daar vrij koud zijn. In het zuiden van het meer is het heel warm. En ik denk dat de meesten ondertussen wel weten dat mocht de wind zo zijn dat die koude luchtstroom uit het noorden botst tegen die warme lucht in het zuiden, dat dat voor nogal wat stormen kan zorgen. En Christus en zijn discipelen die gaan dus van de westkant naar de oostkant van dat meer van Galilea. En net zoals ik zei, terwijl dat zij dus het meer horizontaal overstaken, kwam er dus zo'n storm. En dat is wat wij lezen in Marcus, dus hoofdstuk 4, beginnende bij het vers 35. In het vers 37 lezen wij, en er stak een zware stormwind op en de golven sloegen op het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar hij zelf, dus Christus, lag op de achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten hem wakker. En zeiden tot hem: meester, trekt gij u niet aan wat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: en zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Als we het eerste deel nemen, dus vers 37, dan zien we dat Jezus slaapt. En zoals gezegd, het was ergens wel logisch dat hij sliep, gezien het feit dat hij toch een zeer gevulde dag had gehad.
Maar terwijl Jezus sliep, zijn de discipelen eigenlijk aan het strijden tegen die storm. En het is blijkbaar toch een storm van zo'n intensiteit, dat die discipelen eigenlijk vrezen voor hun leven. En op dat moment hebben zij zo het gevoel van, hoe kan Christus nu toch eigenlijk blijven slapen? En ik denk dat wij hierin toch ook een beetje zouden moeten begrijpen of toch ergens ook ervaren wat wij soms ook hebben. Op het moment dat het ons moeilijk gaat, gaan wij meestal ook als eerste reflex hebben van, ja, waar is God nu? Is hij nu aan het slapen? Is hij niet betrokken? Is hij eigenlijk niet bekommerd om wat dat er nu met mij omgaat? Waar is God nu eigenlijk op het moment dat ik nodig heb? Dat is eigenlijk het gevoel dat de discipelen op dat moment hebben. Maar in vers 39 zien we dat Christus inderdaad wakker wordt. En in de woorden dat Christus uitspreekt, zien we dat we eigenlijk niet te maken hebben met zomaar een storm. Ik had daarnet uitgelegd dat in het meer van Galilea dat niet ongewoon is, dat er daar stormen zijn. Maar deze storm, waarover dat we lezen in hoofdstuk 4 van Marcus, dat is een storm die helemaal niks te maken heeft met die gebergte in het noorden en die warme lucht in het zuiden. Deze storm is van een totaal andere orde. Omdat als we opnieuw vers 39 nemen, dan gaat Christus iets heel bizar doen. Hij zegt, wees stil. Hij spreekt een bevel uit. Hij spreekt tot die storm in een bevel. En hij spreekt tot die storm alsof dat die storm een persoon is. Hij spreekt in de tweede vorm. En dus de imperatief, dus als een bevelvorm. En daarboven staat dan ook nog eens, en hij bestrafte. Dat is dat woord dat daar gebruikt wordt. Hij bestrafte de wind. Dus het woordje bestraffen is het woord dat altijd terugkomt in een context waarin dat Christus geconfronteerd wordt met demonen. Dus in die zin, in het vers 39, begrijpen we heel goed dat we eigenlijk totaal niet te maken hebben met een gewone storm, maar dat we eigenlijk te maken hebben met Satan, die eigenlijk wil beletten dat Christus kan doen datgene waarvoor dat hij het meer oversteekt. Want, zoals gezegd, aan de ene kant van het meer had je dus Galilea, aan de andere kant van het meer, waar ze naartoe varen, heb je de Decapolis. Hè? Dat is de heidense zijde, laten we zeggen. En Christus gaat niet zomaar naar die andere kant. Die gaat naar daar met een heel speciaal doel. Hij heeft een bedoeling om naar daar te gaan. Namelijk, hij wil daar iemand gaan bevrijden. En dus zien we dat gans dat gebeuren, dat we daar lezen in hoofdstuk 4, dat we daar eigenlijk al de grote strijd hebben. We zien daar dat de discipelen, dat kleine bootje, eigenlijk middenin de grote strijd zit. En op de woorden van Christus gaat die storm gaan liggen. Nu, de discipelen die zijn ongelooflijk onder de indruk van wat er daar gebeurt. Als we vers 41 nemen, lezen we, en zij werden bovenmate bevreesd. Het woordje bevreesd is op zich wel verwonderlijk. Hè? Omdat eerst waren ze een beetje kwaad, of toch verontwaardigd dat Christus zich blijkbaar niet bekommert om hun lot. Dan gaat Christus spreken en een bevel geven tot de wind. En de wind gaat liggen. In principe zou je verwachten dat ze dol enthousiast zijn. In principe zou je verwachten dat ze uitzinnig zijn van vreugde. Maar nee, de tekst zegt, ze zijn bevreesd. En ze zeiden tot elkander, wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Nu, om goed te begrijpen waarom dat de discipelen zo'n reactie hebben, moeten we eigenlijk Psalm 107 nemen. Dus in Psalm 107
En daarmee bepaalde versen 23 en 28, en ik ga de tekst eventjes ook bijnemen, lezen we het volgende. Er waren er die met schepen de zee bevoeren, die handel dreven op de grote wateren. En zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte. Hij sprak en deed een stormwind opsteken, die haar golven omhoog hief. Zij rezen te hemel, zonken neer in de waterdiepten, hun ziel verhing van ellende. Zij tuimelden en wankelden als een beschonkene, al hun wijsheid werd verslonden. En toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid, en hij voerde hen uit hun angsten. In dat vers 28, het allerlaatste vers, het woord dat daar staat, die in de NBG-vertaling staat als de Heere, eigenlijk staat daar JHWH, de schepper van hemel en aarde. Hij is diegene die dus de macht geeft om de stormen te laten liggen. En dus in Marcus hoofdstuk 4, vers 39, hebben we zo net gelezen dat Christus zo net heeft gedaan datgene waar dat we in Psalm lezen, dat het enkel de Heer is die zoiets kan doen. Enkel de schepper van hemel en aarde kan zoiets doen. En dus zij zien dat Christus dit doet. En daaruit stellen zij zich dan de vraag van, maar wie is toch die Jezus? Omdat hij daar nu net iets gedaan dat enkel de schepper van hemel en aarde kan doen. En dus dat wil zeggen dat, nu we gaan beginnen met Marcus hoofdstuk 5, dat we moeten begrijpen dat Hans hoofdstuk 5 eigenlijk een antwoord is op de vraag, maar wie is nu toch die Jezus? Nu, we gaan naar hoofdstuk 5. Ze komen dus aan die overkant, aan die heidense kant, aan de Decapolis. En wat gebeurt daar? Ik denk dat we het verhaal wel kennen. Want zodra dat zij aankomen, is daar iemand, een bezetene, die eigenlijk te midden van de graftomben leeft en die een onreine geest geeft. Die gaat dus eigenlijk naar Christus. Het valt eigenlijk ook op dat die bezetenen, er zijn eigenlijk moeten we het zo voorstellen, er komt daar zo een bootje aan. Daar zijn 13 mensen die uit dat bootje komen. Maar toch heeft die bezetenen slechts oog voor één iemand. Van die 13. Want in vers 6 lezen we, en toen gij Jezus uit de verre zag, liep gij toe, viel voor hem neder en zeide. Dus wij zien dat die bezetene eigenlijk enkel oog heeft voor Christus, er naartoe liep en voor hem knielde. Nu, dat is ook wel belangrijk om dat te begrijpen, dat een bezetene kan ook maar verlost worden als gij inderdaad die stap zet om naar Christus toe te gaan. Op het moment dat Christus de enige weg is, pas dan is bevrijding mogelijk. Christus is bijmachtig van iedereen te bevrijden. Maar de vraag is natuurlijk of dat die persoon zelf bevrijd wil worden. Want herinner u die tekst waarin dat Christus zelf ons uitlegt van als je dan daarna het huis niet vult, dan zal het er erger aan toe gaan dan van tevoren. Dus met andere woorden, die persoon, die bezetene, kan maar bevrijd worden als hij bereid is om zich daarna te laten vullen door Christus. Dus eerst zien we dat inderdaad die bezetene echt aangeeft dat hij een noodkreet geeft naar Christus toe. Maar we gaan toch even dieper ingaan op wie is die bezeten nu eigenlijk? Wat weten we nu eigenlijk over die man? En daarvoor kunnen we de versen 3 en 4 en 5 nemen. Eigenlijk weten we toch wel een en ander. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat toch een keer op een rijtje te zetten. Hè? Het is een heiden. Hij leeft dus in die Decapolis. De tekst zegt dat zijn lichaam zit vol met kneuzingen. Dus de maatschappij, de mensen daar in die buurt,
die hadden hem blijkbaar al meermaals vastgebonden aan kettingen, dus ijzeren kettingen, maar keer op keer, hoe begrijp ik zelf niet, maar keer op keer is die er eigenlijk in geslaagd om die altijd te breken. Nu, dat gaat ook niet zomaar. Zijn lichaam is ervan kapot. Zijn lichaam is bloedend. Hij slaapt ook niet, want de tekst zegt dat hij midden in de nacht roept. Dus hij slaapt niet. Hij leeft tussen de doden, want hij is te midden die graftomben. Hij heeft geen vrienden, hij is heel alleen. Hij heeft geen familie, geen enkel comfort. En hij heeft ook geen enkel controle meer over zichzelf, over zijn geest, over zijn spreken. Dat is de situatie van die bezetene. Nu, wij moeten begrijpen dat gans dat gebeuren dat we daar zien, dat dat eigenlijk een verhaal is waarin dat er één woord centraal staat. En dat is onreinheid. In die zin, die man leeft, zoals de tekst zegt, te midden van grafstenen. Nu, het Oude Testament is heel duidelijk. Iemand die leeft te midden van grafstenen is onrein. Iets verderop heb je daar 2000 varkens. Varkens zijn onrein. Die worden gehoed door varkenshoeders. Dat is een onrein beroep. En die varkens die waren bestemd voor het Romeinse leger. Dat is een onrein leger. Dat maakt dat gans dat gebeuren is eigenlijk een plaats waar je als Jood niet wilt zijn. Als Jood wil je helemaal niet Galilea, het heilige land, gaan verlaten om naar de Decapolis te gaan, om daar in dat onreine heidense land daar een onreine man te gaan ontmoeten, die een onreine geest geeft, die dan ook nog een keer leeft te midden van onreine graftomben, die een onrein lichaam heeft, te midden van onreine varkens, enzovoort. Het is eigenlijk de allerlaatste plaats waar je als Jood eigenlijk wil zijn. En toch zien we, het is net daar dat Jezus naartoe gaat. Jezus maakt nu net die reis. En je gaat dus van, hij verlaat Galilea en hij gaat naar die plaats waarin dat onreinheid centraal staat. Daar gaat hij naartoe met een bepaald doel. En wat is het nu het doel? Wel, het doel is dat ondanks al die onreinheid, ondanks al alles wat je in principe als Jood of als Christen zou verfoeien, eigenlijk zit daar één man en die is het waard om gered te worden. Jezus kijkt niet naar al die onreinheid, naar het morele verval. Hij kijkt niet naar datgene wat hem eigenlijk vol afschuw zou vervullen, maar hij kijkt naar één persoon die klaar is voor zijn koninkrijk. En dat geeft eigenlijk al heel goed aan wie dat Christus is. Er is niks die hem te veel is om voor één man die reis te ondernemen. En ik denk dat dit verhaal gaat natuurlijk over die bezetenen, maar eigenlijk gaat het ook voor ons. Ik denk doorheen de week, op de sabbatschool, beginnen we altijd met het rondje. En meestal zeggen we dat wij een gezegende week hebben. En ik denk dat dat ook zo wel is. Maar naast een gezegende week kunnen er ook wel soms nog van die andere momenten zijn. Zo van die momenten waar we toch nood hebben aan een helende hand van Christus. En dus ik denk dat deze tekst hier dan ook zeer van toepassing is. Dat we eigenlijk zouden moeten beseffen dat wat er eigenlijk ook gebeurt, welke zonde wij ook koesteren, in welke onreinheid wij ons ook maar bevinden, dat Christus ten allen tijde bereid is om die reis te ondernemen. In 2 Timotheüs hoofdstuk 1, vers 9, zo één vers willen aanhalen, lezen we het volgende. De kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken,
maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. Dat vers in dus 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 9 toont ons heel goed aan dat die genade, die is er al voordat de schepping is gebeurd. En die genade is zo groot dat wat dat er ook mogen zijn, dat die kloof die er zou mogen zijn tussen de zondaar en God, dat die kloof ten allen tijde overbrugd wordt. Christus is op elk moment bereid om die reis te ondernemen. Nu, die bezetene in Marcus hoofdstuk 5, die gaat dus naar Christus, die knielt voor Christus en dan spreekt hij. Maar dan gebeurt er wel iets heel bijzonders. In die zin, op dat moment is het de demon die eigenlijk overneemt. En in Marcus hoofdstuk 5 vers 7 lezen we dat die demon dan ervoor zorgt dat die man volgende woorden uitspreekt. Wat hebt gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? In Matteüs hoofdstuk 8, dat is eigenlijk het parallele hoofdstuk die hetzelfde verhaal vertaalt. In Matteüs hoofdstuk 8, vers 29, staat het een klein beetje anders verwoord. Zijt gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? En ik vind beide toch wel heel interessant. In Marcus zien we dat die demon maar al te goed weet wie dat Christus is. Die demon zegt heel duidelijk: Jezus, Zoon van de Allerhoogste God. En in Matteüs legt eerder de klemtoon op het feit dat die demon eigenlijk maar al te goed weet dat zij verloren zijn. Want die demon zegt: zijt gij gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Die demon weet heel goed wat dat er hem te wachten staat. En hij weet heel goed dat hij eigenlijk verloren is. Ja. Maar goed, wat wil dan hierin nu eigenlijk zeggen? Hè? Dat wil eigenlijk zeggen dat die man, hij loopt naar Christus, hij knielt voor Christus neer, maar hij is niet meer in staat om te uiten wat dat hem eigenlijk zou willen. Ik denk dat hier ook weer een les in zit voor ons. In die zin, soms kunnen wij zo gebukt gaan onder schaamte of onder, ja, om, zoals men soms zegt, hè, de lasten des levens, maar dat wij eigenlijk zo geraakt worden op een of andere manier, dat we eigenlijk geen woorden meer vinden om te uiten datgene wat we eigenlijk zouden willen uiten. En dan denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om uit dit verhaal te begrijpen, net zoals in Psalm 139, te begrijpen dat God eigenlijk onze gedachten eigenlijk kent, zelfs vooraleer dat we ze geuit hebben. Het feit dat men niet kan uiten datgene wat men eigenlijk zou willen uiten, heeft niet voor gevolg dat God niet weet in welke situatie dat wij zitten. Integendeel, op het moment dat wij zo gebroken zijn en dat wij niet meer in staat zijn om eigenlijk nog te zeggen of dat wij eigenlijk ons zo onwaardig zouden voelen om toch nog iets tegen God te zeggen, God weet heel goed in welke situatie dat wij verkeren. En Jezus vraagt of stelt op dat moment in zekere zin een bijzondere vraag. Hij stelt de vraag aan die demon: wat is je naam? En die demon antwoordt in het vers 10, dus hoe is uw naam? En hij zeide tot hem: mijn naam is Legioen, want wij zijn talrijk. Nu, wij kennen legioenen. Hè? Ik denk inderdaad, voor diegenen die een beetje de geschiedenis kennen, die zullen waarschijnlijk wel al foto's gezien hebben, die legionairs, hè? Die zo mooi in slagorde kunnen stappen. De Romeinse legioenen waren zeer gekend voor hun strategische opstellingen. Maar ik denk dat we moeten beseffen dat in die tijd het woordje legioen nog heel wat anders betekende dan een goed gestructureerde en goed uitgerust leger.
Ik denk dat we misschien best denken aan wat Daniel beschrijft in Daniel hoofdstuk 7 over dat vierde dier. Dat vierde dier is gekenmerkt als een dier van vernieling. Daar waar de legioenen voorbij kwamen, bleef enkel dood en verderf en vernieling achter. Die legionairs, die legioenen, die waren zo sterk, die waren zo overweldigend, dat niks hen kon tegenhouden. Net zoals dat overweldigende dier. Op die manier waren de legioenen gekend. En het is die naam dat die demon gaat gaan gebruiken. Dus legioen wil inderdaad zeggen talrijk. Hè? Wellicht iets van 6000 soldaten, dus dat is zeer talrijk. Maar het is niet enkel talrijk. Het gaat ook over het gewicht en de diepte van die lasten die daarmee gepaard gaan. Een demon of een legioen vernietigt alles. Hij maakt datgene waar hij is kapot. En dat is eigenlijk inderdaad, we hebben dat net gezien, een beetje de kenmerken van die bezetene. Zijn lichaam is kapot, zijn denken enzovoort. Eenzaam, kan niet meer slapen. Die demonen, legioen, vernietigt elke waardigheid van die persoon. En ik denk dat voor ons daar opnieuw een les geldt. Hè? Christus stelt niet voor niks de vraag, wat is uw naam? Omdat wij moeten begrijpen, als bij een bevrijdingsdienst bijvoorbeeld, als iemand bezeten zou zijn, en dat men een gebed bidt opdat die persoon zou verlost raken van die bezetenheid, dan maakt het eigenlijk op zich niet uit wie dat jij bent. Hè? Of dat jij predikant bent, of dat je iemand bent die de Bijbel van voor naar achter kan citeren, of dat je theologie gestudeerd hebt, of wat dan ook, of dat je getrouwd bent in tienden, getrouwd bent in het houden van Sabbat, en zo verder. Eigenlijk maakt dat allemaal niet uit. Het enige, en ik denk dat dat heel belangrijk is, het enige waarvoor dat de demonen eigenlijk respect hebben, of het enige wat hen doet sidderen, is de naam van Jezus Christus. Namen zijn belangrijk. Christus vraagt wie is zijn naam, maar die demon weet heel goed wie de naam is van diegene die hem de vraag gesteld heeft. De naam van Jezus Christus. En wij moeten begrijpen dat op het moment dat wij geconfronteerd worden met zo'n storm, dat wij geconfronteerd worden met demonen, dat wij op dat moment ambassadeurs zijn van die naam. Wij zijn ambassadeurs van Jezus Christus. En die naam doet hen sidderen. Nu, de tekst gaat verder. En Jezus gaat die demonen laten ingaan in die varkens. En we kennen hetgene wat gebeurt. Die 2000 varkens, die lopen een helling af. En die helling, die eindigt in een soort van klif. En die vallen naar beneden. En die vallen allemaal te pletter in dus dat meer van Galilea. En dat is ook zo. Hè? Dus blijkbaar is het zo dat als men naar de oostkant van het meer van Galilea zou gaan, dat daar inderdaad een klif is, hè? Zo'n beetje de klif van Dover, van ongeveer 60 meter hoog. Dus als men aan de voet van die klif staat, kan men zich toch al een beetje voorstellen wat daar gebeurd is. Als die varkens inderdaad 60 meter in de diepte vallen, dan blijft daar niks niet meer van over. Nu, als wij die tekst lezen, dan hebben wij zoiets van, ah ja. Maar eigenlijk is het veel meer dan dat. Eigenlijk moeten wij beseffen wat dat die 2000 varkens nu precies zijn. In die tijd bestonden er niet zoiets als bankkaarten en leningen en debetkaarten en kredietkaarten en zo verder. Het was zo dat als iemand een beetje geld had, dan kocht hij dieren, in dit geval geen varkens. Dat was eigenlijk een spaarpot. En als een kind ziek werd, dan kon men één varken verkopen en dan had men geld om naar de dokter te gaan.
Of kon men bijvoorbeeld inkvarken gaan verkopen om het schoolgeld te gaan betalen. Dus die varkens, dat was de spaarpot. Hè? En hier hebben we het over 2000 varkens. Dus dan hebben we het niet zomaar over de spaarpot van één persoon, want dat is te veel. Eigenlijk is dat de globale spaarpot van gans dat dorp. En dus gans die spaarpot, als het ware, die is eigenlijk verdwenen. Die is nu teniet gedaan. En dus dan... Christus begrijpt dat wel, weet dat wel, dat dat een echte economische ramp betekent voor dat dorp. En dus kan men zich dan ook de vraag stellen, ja, maar waarom heeft Jezus dat dan eigenlijk toegelaten? Had Jezus eigenlijk niet kunnen zeggen van, goed, ja, laat die, dat die demonen ergens vastgeketend worden, ja, weet ik veel, in een duister bos, of weet ik veel, op een andere plaats. Waarom heeft Jezus uiteindelijk toegelaten dat die demonen in die varkens zouden gaan, met als gevolg dat die spaarpot van dat hele dorp eigenlijk compleet verloren gaat? En dus de les die wij hier hebben, de reden waarom dat Jezus dat eigenlijk toelaat, dat dat gebeurt, is omdat Christus heel duidelijk wil zijn. In de ogen van Jezus is het redden van één persoon, van één ziel, meer waard dan alle rijkdom die zich men kan inbeelden. Alle houtstaven van de Nationale Bank zijn nog niet eens de waarde van één persoon die zou kunnen gered worden. Dat is eigenlijk de les die je daarachter zet. Ja. En ik denk dat als wij de tekst lezen en dat wij de reactie zien van het dorp, dat, ja, dat we inderdaad wel zouden kunnen zoiets hebben van, ja, dat dorp geeft eigenlijk zijn verkeerde prioriteiten. Hè. Maar ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om te begrijpen hoezeer dat God hier de les wilt geven van, kijk, in Gods ogen is één ziel meer waard dan eender wat. Hè. Dus dat wil zeggen dat... als wij gebukt gaan onder zaken die ons pijn doet, als wij gebukt gaan, hè, zoals ik eerder zei, onder schaamte of wat dan ook, dat wij op dat moment moeten beseffen dat wij eigenlijk zo waardevol zijn in Gods ogen dat niks te boven gaat in onze redding. Christus geeft alles te over op dat wij onze ogen op hem zouden gericht houden. En dus in de versen 14 tot 17 hè, zien wij wat dat er gebeurt. Dus die varkensgoeders die gaan naar het dorp. Die brengen daar het dorp op de hoogte van wat dat er gebeurd is. En dan zien we dat dat dorp eigenlijk reageert in... Ja, in ongeloof, in angst, in woede. Ze zijn ontzet in die zin dat voor hen ja, hun spaargeld is weg. Alles is weg, hun erfenis is weg, hun hoop op een betere toekomst is weg, hun zekerheid is weg, alles is weg. Ja. En tegelijkertijd, en dat is eigenlijk het... Ja, hetgene die eigenlijk toch weer aantoont hoezeer dat dit verhaal de zaken scherp stelt. Aan de ene kant zien we dus die verontwaardiging van de gemeenschap die alles kwijt is. Maar diezelfde gemeenschap ziet daar die bezetenen, die zij heel goed kennen, die dus met een gekneusd lichaam, die dus geen rust had, die niet kon slapen, die gevangen was, enzovoort enzovoort. Zij zien die bezetenen nu rustig zittende, naast Jezus, hij is nu mooi gekleed, hij heeft rust, hij heeft vrede in zijn ogen, zijn tong spreekt lovende woorden, daar waar het vroeger enkel maar vloeken waren. Die handen die zichzelf pijnigden, die liggen nu rustig om zijn schoot. Dus met andere woorden, dat Hanse dorp is eigenlijk getuige van hoezeer dat die man nu een nieuwe schepping geworden is.
Dus wij zien daar die twee tegenpolen. Het verlies van materiële en tegelijkertijd het fenomenale wonder van een nieuwe schepping. En ik denk dat we hierin moeten begrijpen dat dat hetgene is wat Christus eigenlijk voor ons wenst. In die zin dat wij ook een nieuwe schepping worden, bevrijd van het verleden, en dat wij eigenlijk met de allergrootste zekerheid kunnen kijken naar die toekomst. Dat wij heilig zijn in zijn naam. God verklaart ons heilig. En dat wij een toekomst kunnen hebben als heiligen, los en weg van het verleden, weg van die werken van het vlees, dat wij inderdaad Gods naam kunnen verheerlijken, dat wij vrucht kunnen dragen, waarin dat we ook tot zegen kunnen zijn voor anderen. Dat is eigenlijk wat Jezus voor ons voor ogen houdt. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat wij elke dag ergens die, ja, niet enkel de hoop, maar dat wij 's morgens opstaan met die vaste bedoeling dat als we 's avonds gaan slapen, dat we anders gaan slapen dan dat we 's morgens opgestaan zijn. Dat we inderdaad aan God vragen dat hij ons vormt, dat hij ons snoeit, dat hij ons kneedt, hè, zoals die pottenbakker, dat hij ons kneedt, zodanig dat wij een vorm kunnen aannemen tot zijn eer. En die mensen, dat dorp, die kijken dus enerzijds naar die varkens die daar beneden liggen, naar het feit dat alles verloren is. En tegelijkertijd kijken ze naar die bezetene, die eigenlijk een nieuwe schepping geworden is. En dus zoals ik zei, de stap is misschien heel snel gezet op dat wij die mensen zouden veroordelen. Dat wij zeggen van, hoe is het toch mogelijk van die varkens boven die bevrijding van die man te stellen. Maar toch, hè, dienen wij ons toch te vragen in welke mate dat wij inderdaad onze prioriteiten goed stellen. Ik denk dat bepaalde prioriteiten misschien gemakkelijk te stellen zijn, maar de vraag is, hoe zit het met die zaken waar we het meest moeite mee hebben? En ik zou hier een tekst willen aanhalen die we vinden in Lucas hoofdstuk 16. In Lucas hoofdstuk 16, daar hebben we het vers 10. En dat vers 10 wordt heel vaak aangehaald. Maar vers 11 wordt veel minder vaak aangehaald. In het vers 10 lezen we het volgende. Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Dus met andere woorden, dat vers wordt dus vaak aangehaald. Dus in die zin dat als wij getrouw zouden zijn met een klein beetje geld, hè, als het nu over geld zou gaan, dat God ons dan ook veel gaat toevertrouwen. Maar omgekeerd, hè, als wij onrechtvaardig zouden zijn, dat wij dan ook in veel onrechtvaardig zouden zijn. Maar vers 11 wordt vaak minder aangehaald. En toch denk ik dat het heel nuttig is om vers 11 ook een keer te lezen. Want daar staat, indien gij dus niet getrouw geweest zijt ten aanzien van de onrechtvaardige mammon, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? Nu, wat wil dat vers 11 nu precies zeggen? Dus indien wij niet trouw zijn met onrechtvaardig geld, want dat is de mammon. De mammon wil zeggen dat wij geconfronteerd worden met dat onrechtvaardige geld. En dan is de vraag van, zijn wij trouw zelfs op die momenten? En als wij niet trouw zouden zijn met dat onrechtvaardige geld, dan kan ons niet datgene toevertrouwen die het meest waardevolle is. En wat is nu precies het meest waardevolle? Dat is die geestelijke groei. Dat is die nieuwe schepping kunnen worden. Dus met andere woorden, indien wij geestelijk willen groeien, dan moeten wij getrouw zijn met wat God ons heeft toevertrouwd. En dat is ook onze financiële middelen. En moeten wij ons ook ver afhouden van al het onrechtvaardige. En ik denk dat dat soms wel een uitdaging kan zijn. Want eigenlijk hebben we hier een botsing van twee principes. In die zin, Satan houdt de wereld voor van, kijk,
als je iets wil behouden, als je veel wilt hebben, dan moet je alles behouden. Terwijl God zegt van kijk, wil je groeien? Wil je inderdaad in wasdom toenemen? Dan moet je geven. Het is eigenlijk een botsing van twee principes. Satan zegt, je moet alles houden. God zegt, je moet alles geven. Als je tot zegen bent van anderen, als dat je prioriteit is, dan ga je heel veel krijgen. En ik denk dat wij ons bewust moeten zijn dat dit eigenlijk de les is van die 2000 varkens, waarom dat Christus dat heeft toegestaan. En misschien toch nog even verduidelijken hoe ver dat dat eigenlijk gaat voor onze geestelijke groei. Stel nu dat je een bepaald inkomen hebt. Hè? Stel nu dat je een inkomen zou hebben van 2000 euro. Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je gemiddeld gezien ook uitgaven hebt van 2000 euro. Meestal geven we eigenlijk uit datgene wat we verdienen. Hè? Sommigen sparen ook wel, hè? Maar meestal zijn onze uitgaven, of hebben we het gevoel van, ja, maar ik heb die 2000 echt wel nodig. Ik heb niet heel veel marge. Nu, als wij van die 2000 euro tienden zouden geven, dan is dat 100 euro. 200 euro, excuseer. Dan is dat 200 euro, dus hebben we nog 1800 over. Dus met andere woorden, indien onze uitgaven rond de 2000 zijn, en wij hebben na het geven van de tiende slechts 1800, dan is daar een gat. En dan is nu net het mooie van dat tiendenstelsel, dat als wij getrouw zijn in het geven van tienden, dat wij een opening maken dat God elke maand een wonder kan verrichten. Eigenlijk dienen wij de tiende niet te geven op het einde van de maand, maar in het begin van de maand. En op het moment dat wij de tiende geven, dat wij op dat moment God danken voor wat hij zal instaan. Omdat wij het vertrouwen hebben dat datgene wat wij zullen mankeren, zoals we ze bij ons zeggen, datgene wat wij zouden tekortkomen, dat God dit gaat bijleggen. En op het moment dat wij die stap zetten in geloof, dat we inderdaad weten dat God bekommerd is voor wat wij nodig hebben en dat hij ons ook zal geven datgene wat we nodig hebben, dat wij op die manier in die gehoorzaamheid ook zullen groeien in genade en in kennis. Nu, als we teruggaan naar Marcus hoofdstuk 5, we zitten ondertussen in de versen 17, dan vers 17 en 18, dan zien wij dat dat dorp eigenlijk smeekt, Christus smeekt, om eigenlijk het gebied te verlaten. Nu, het is zo dat dat smeken, dat is niet zo dat dat dorp zo één of twee keer aan Christus gevraagd heeft van, zou je alsjeblieft willen vertrekken? In de tekst of de zin is zo opgesteld dat wij dienen te begrijpen dat het dorp met aandrang en herhaaldelijk blijft vragen aan Christus van alsjeblieft vertrek. Ze zijn dan niet in woede. Het is niet zo dat zij agressief zijn. Het is meer zoiets van dank u wel dat je tot hier gekomen bent, maar je mag nu wel terugkeren naar Galilea. Dank u wel om deze man te genezen. Op zich waren ze wel niet blind voor datgene wat daar gebeurd is, maar keer nu maar terug naar Israël. Dank u wel voor alles wat je zegt en zo verder, maar ga nu maar. Eigenlijk moeten we het op die manier gaan opvatten. En wat doet Christus? De vraag is, op het moment dat Christus eigenlijk geconfronteerd wordt bij dat herhaaldelijk vragen om weg te gaan, wat doet hij? En wel, hij geeft eigenlijk gehoor op die vraag. Hij gaat inderdaad terug naar Galilea. Maar hij doet wel nog iets meer. Namelijk, hij stuurt een zendeling in de plaats. Want die man die bezeten was, die blijft achter. En we komen daar straks niet op terug. Maar ik denk dat wij hier
opnieuw een heel rijke les of een heel belangrijke les hebben ook voor ons. In die zin, als wij samenkomen bijvoorbeeld op Sabbat, ik hoop en ik denk inderdaad dat wij Sabbat echt ervaren als een zegen. En ik denk dat wij allemaal heel graag zouden hebben dat die Sabbat blijft duren. Dat het niet zondag wordt, dat het niet maandag wordt, maar dat het Sabbat blijft. Maar toch, keer op keer, zien we van die Sabbat wordt afgesloten. En eigenlijk keren we terug naar onze vriendenkring, naar onze collega's op het werk, naar onze buren, naar enzovoort. Dus iedere keer opnieuw stuurt Christus ons terug als zendelingen. Net zoals wat hier ook gebeurt met die man die zo net bevrijd is geweest. En dan is ook de vraag, hè, dus die man, die bezetene, of diegene die bezeten was, die smeekt Christus van, alsjeblieft, hè, mag ik met u meegaan? Maar Christus is heel duidelijk nee. Hij weigert heel duidelijk. En hij stuurt die man terug naar die maatschappij die hem zo net eigenlijk, ja, weliswaar vriendelijk, maar dan toch wel met aandrang gevraagd heeft van te vertrekken. Dus aan die maatschappij stuurt hij die persoon die hem nu smeekt om te mogen blijven. Dat doet mij ook een beetje denken aan Ellen White, die op een gegeven moment meegenomen geweest is, die dus de heerlijkheid gezien heeft, die ook het Nieuwe Jeruzalem gezien heeft en zo verder. En op het einde van die dag vraagt ze, mag ik hier blijven? Ook daar antwoordt Christus nee. Nu moet je teruggaan. En dan is de vraag, wat vraagt nu eigenlijk Jezus? Wat vraagt Jezus aan die man die bezeten was en die smeekt om bij Christus te mogen blijven? Wat vraagt Jezus aan die man? Dat vinden we in vers 19, dus van Marcus hoofdstuk 5. Doch hij stond het hem niet toe, maar hij zeide tot hem, ga naar uw huis, tot de uwen, en berichten al wat de Heere in zijn ontferming u gedaan heeft. Dus met andere woorden, wat we hier eigenlijk vaststellen, is dat Christus eigenlijk bij wijze van spreken niet vraagt aan die man van en ga nu een keer de 28 geloofspunten gaan uitleggen. Dat is eigenlijk niet hetgene wat Christus eigenlijk vraagt. Wat dat Christus eigenlijk vraagt is van en vertel nu datgene wat je overkomen is. Vertel nu datgene wat je ervaren hebt. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want uiteindelijk velen van ons hebben zoiets van, ja, maar ik kan geen Bijbelstudie geven, of ik voel mij niet geroepen of niet bekwaam om te preken, of ik voel niet weet ik wat nog allemaal. En die echt met die vraag zitten van, ja, maar wat kan ik doen? Wel, eigenlijk hebben we hier de vraag. De vraag dat Christus stelt aan die man, is niet om Bijbelstudie te gaan geven of predikingen te gaan houden, maar hij vraagt van, kijk, deel wat dat God eigenlijk voor jou heeft gedaan. Dat is wat Christus ons eigenlijk vraagt. En Christus heeft ook dingen voor ons gedaan. Hè? En het is die zaken die God voor ons heeft gedaan, dat Christus eigenlijk vraagt om te gaan delen. En dat is ook, zou ik zeggen, eigenlijk is het ook logisch. In die zin, als je geloofstellingen naar voren brengt, dan kan je daar eindeloos over discussiëren. Maar op het moment dat je je getuigenis brengt, op het moment dat je brengt datgene wat de God voor u gedaan heeft, ja, dan is er geen discussie. Niemand kan gaan discussiëren wat jij in het diepste van je zijn hebt meegemaakt met God. Daar is geen discussie over. En dus met andere woorden, de vraag is van, laten we inderdaad onze getuigenis voorbereiden. Laten we onder gebed ons voorbereiden op wat is nu precies onze getuigenis, zodanig dat we klaar zijn om die te gaan brengen, om die te gaan delen op het moment dat we daar de kans toe hebben. En een getuigenis zou eigenlijk altijd drie onderdelen moeten bevatten. Ten eerste, wat voordat Christus, dat je voor Christus ontmoette. Wat was uw toestand op dat moment? Hoe heb je Christus ontmoet?
En hoe is uw leven nu nadat je Christus hebt ontmoet? En daar zou een verandering moeten in zijn. En het is net die verandering van hoe heeft Christus jouw leven veranderd? Dat is uw verhaal, dat is die getuigenis die je kan brengen. En eigenlijk dienen wij dan ook te gaan bidden, opdat wij die kansen zouden krijgen om die getuigenis te gaan delen. En als we teruggaan naar die man die daar achterblijft, die heeft inderdaad zijn getuigenis verteld. En mochten wij iets verder bladeren naar Markus hoofdstuk 8, op het moment dat Christus teruggaat, zoveel tijd later, naar die Decapolis, dan staan er niet minder dan 4000 mensen hem op te wachten. En die 4000 mensen die staan daar niet toevallig. Die 4000 mensen zijn daar omdat ze van die ene persoon gehoord hebben wat Christus gedaan heeft. En wij kijken uit naar de wederkomst van Christus, maar eigenlijk zouden we ons moeten voorstellen dat ook wij onze getuigenis zouden moeten brengen op die manier dat op het moment dat Christus terugkomt, net zoals dat Christus teruggegaan is naar de Decapolis, dat op de wederkomst van Christus, dat er voor een ieder van ons, dat er daar ook 4000 mensen staan die uitkijken naar de wederkomst van Christus. En 4000 klinkt veel, maar als het één keer mogelijk geweest is, dan dienen wij ook te begrijpen dat het nog altijd mogelijk is de dag van vandaag. Dus als wij onze getuigenis brengen, dan is het inderdaad zo. Dan kan dat inderdaad, dat op het moment dat Christus wederkomt, dat er daar 4000 mensen naast ons staan die ook naar de wederkomst van Christus uitkijken. Omdat die getuigenissen geven hoop. Waarom? Mensen hebben nood. We hebben nu het verhaal gelezen van die bezetenen. We hebben gezien in welke toestand dat hij is. Niet iedereen is in die toestand, maar overal zijn er mensen die eigenlijk in diepe nood verkeren. Overal zijn er mensen die eigenlijk uitkijken naar antwoorden, naar verlossing, naar hoop, naar iets om zich aan vast te houden. En dus telkens dat wij onze getuigenis delen, geven wij eigenlijk uitzicht op die hoop. En ik denk dat wij ook moeten begrijpen dat als wij eigenlijk gans dat gebeuren in hoofdstuk 5, als we dat een keer gaan bekijken vanuit een breder perspectief, dus als we een keer een stap achteruit zetten, dan is dat net zoals bij het gebeuren aan dat meer, dat we hier eigenlijk ook die grote strijd hebben. Ook hier zien we dat het gaat tussen Satan en Jezus en dat Jezus en Satan strijd voeren, al was het maar om één ziel. Voor elke ziel nemen Jezus, maar ook Satan, de tijd om te strijden. Satan vindt het belangrijk, Jezus vindt het des te belangrijker. En dus ook wij zouden moeten begrijpen dat er inderdaad niks te boven gaat op de redding van als het ware maar voor één ziel. Ja. Ik denk dat wij echt wel moeten begrijpen dat als er zaken gebeuren in ons leven, dat niet toevallig is. Ja. In Openbaring 16, leren wij dat het spiritisme, het occultisme, dat een van de krachtigste machten gaat zijn hier op aarde. Nu, wat gaat Satan nu eigenlijk precies doen met dat spiritisme, met dat occulte? Hij gaat er eigenlijk voor zorgen, ertoe aanzetten om mensen in strijd te gaan tegen de God, de schepper van hemel en aarde. Maar wie gaat hij in het bijzonder willen aansporen om die strijd te voeren? Zij die, zoals wij zouden noemen, christenen zijn. Zij die belijden Christus te kennen, net hen wil Satan door een overweldigende misleiding ertoe aanzetten om die strijd tegen God aan te voeren. En dus moeten wij begrijpen dat op dat moment gaat het niet enkel belangrijk zijn om de waarheid te kennen, maar dat het vooral
Er zal het toe aankomen om de waarheid lief te hebben. Op het moment dat wij inderdaad die getuigenis brengen van Christus, dat wij getuigen van wie Christus is, wat Christus voor ons gedaan heeft, en niet enkel wat dat Christus onderwezen heeft, op dat moment gaan wij niet enkel een zegen zijn voor anderen, maar op dat moment gaan wij onszelf zo bewapenen dat Satan onmachtig is om ons nog te gaan misleiden. Paulus, die schrijft over die wapenuitrusting. En op het moment dat hij het heeft over die wapenuitrusting, maakt Paulus het heel duidelijk dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Maar dat wij te strijden hebben tegen machten en krachten en overheden. En dat zij erop uit zijn om ons te scheiden van Jezus. En mochten wij niet die wapenuitrusting hebben, dat wij eigenlijk geen schijn van kans hebben om te staan. Maar wij dienen daarin ook te begrijpen dat als wij het leven van Christus bekijken, en niet enkel het leven, maar het is wie dat Christus is, dan weten wij ook van, kijk, Christus heeft nog nooit een strijd tegen Satan verloren. In Openbaring 12 lezen we over oorlog in de hemel. Jezus heeft die oorlog gewonnen. Toen hij hier op aarde was, in de woestijn, dat hij 40 dagen niet gegeten en gedronken heeft, dat hij verzwakt was. Zelfs in die verzwakte toestand heeft Jezus de overwinning behaald. Doorheen die 3 jaren heeft Jezus continu mensen die in de greep van Satan waren, en ik verwijs hier naar de tekstlezing van daarnet, Christus is begonnen met die sterke vast te binden. En eens dat die een sterke, en dat is de Satan, gebonden is, Christus heeft dus Satan gebonden, en is beginnen rondgaan, en al diegenen die in de greep waren van Satan, bevrijd. Christus heeft de zegen gevierd op Golgotha. Hij heeft Satan daar compleet verpletterd. En ook in de laatste strijd, die nog zal moeten gevoerd worden, ook daar zal Satan het onderspit delven. We weten heel goed dat Satan zal geworpen worden in die poel van zwavel en vuur. Dat er een einde gemaakt wordt aan alles die pijn en verdriet en vernieling en scheiding en zonde en ziekte en wat dan ook teweeg brengt. Al die zaken zullen allemaal overwonnen worden. En het zijn die zaken dat wij moeten voor ogen houden. En dus datgene wat dat Christus voor ons doet, dienen wij ook te gaan delen met anderen. Vaak zeggen wij, of ik zal het misschien anders zeggen, als wij uitkijken naar wat is nu eigenlijk de basis van ons lijden, wat is nu eigenlijk ons grootste probleem? Waartoe dienen wij nu eigenlijk te strijden? Ons probleem is niet dat wij arm zijn. En dus, het is niet zo dat onze grootste nood rijkdom is. Het is niet zo dat ons grootste probleem wanhoop is. En het is ook niet zo dat hoop ons grootste nood is. Het is niet zo dat angst ons grootste probleem is. En dat onze grootste nood vrede is. En het is ook niet zo dat eenzaamheid ons grootste probleem is en dat onze grootste nood liefde is. Wat is nu eigenlijk ons grootste probleem? Wat is nu de basis van ons probleem? Is het feit dat er een duivel bestaat die tekeer gaat als een briesende leeuw en die 1/3 van de engelen meegesleurd heeft met zich en die hier nu werkzaam zijn als levende demonen die er enkel maar op uit zijn om ons te vernietigen. Dat is ons grootste probleem. En wat is dan onze grootste nood? Onze grootste nood is een relatie te hebben met die levende en liefhebbende verlosser. Een verlosser die nog nooit een strijd verloren heeft tegen Satan. Dat is eigenlijk onze grootste nood. En in zijn naam, en in zijn genade, en in zijn kracht,
En in zijn waarheid, van zijn woord, kunnen wij ook eender welke strijd aangaan en eender welke overwinning behalen. En ik denk dat, dat dit is het, eigenlijk het evangelie, als men het heeft over, ja, wat is nu eigenlijk evangelie? Wat is nu de blijde boodschap? De blijde boodschap is dat daar waar wij inderdaad gevangen zijn in zonde, dat Christus in eender welke situatie, in eender welke zonde dat wij eigenlijk begaan, in eender welke situatie waarin wij vastgeketen zijn, en ik wil opnieuw eens verwijzen naar de toestand van die bezetene, die man zat in een verschrikkelijke situatie. Hij leefde te midden van de graftombe. Hij was alleen, hij was kapot, hij was gebroken, hij had geen controle over zijn denken, enzovoort. Wat de situatie ook mogen zijn, Christus heeft nog nooit een strijd verloren. En ik denk, tijd om misschien toch af te ronden, maar dat wij moeten begrijpen dat op het moment dat Christus terugkomt, dat er kracht zit in onze getuigenis. In die zin, die kracht is eigenlijk te vergelijken als dat steentje dat we gooien in het water. Daar ontstaan de rimpeling. Die rimpeling die deint uit. En eigenlijk weten we niet zo goed tot waar dat uitgaat. Maar op het moment dat wij onze getuigenis brengen, dan is dat inderdaad net als het gooien van die steen. Wij weten niet wie dat er die getuigenis allemaal zullen horen. Maar wat we wel weten, is dat op het moment dat we kiezen om te getuigen, God ons beloofd geeft om ons de woorden in de mond te leggen. En dat de woorden die op dat moment zullen gesproken worden, harten zullen raken. En op het moment dat Christus terugkomt, op dat moment zullen wij de mensen zien die we misschien niet kennen, maar die geraakt geweest zijn door de getuigenis die wij gedeeld hebben. En dus in die zin denk ik dat het hoofdstuk dat wij nu zo net gelezen hebben en bestudeerd hebben, dat Christus ons hier eigenlijk oproept om te delen wat God voor ons doet. En dat wij op die manier een zegen mogen zijn voor de anderen en dat wij op die manier het zout der aarde mogen zijn, zodanig dat er inderdaad voor een ieder van ons 4000 mensen zullen staan die uitkijken naar de wederkomst van Christus. Amen.